ja, die discussie ging natuurlijk al een tijdje bij Ajax. Vanaf de zomer eigenlijk al. En toen, ja, ik heb er in de zomer al eens aan gedacht. Toen twitterde ik nog niet zo fanatiek. Dat is een beetje het laatste half jaar gebeurd. Als dan in de Jubilee League komt, dan is het even makkelijker tijd om commentaar te geven ook. Dan pak je ze niet meer terug als je een keer onder een bal doorduikt. Dan zie je niet meer in Studiosport. Dus dat is wel lekker. Ja, en ik kwam eigenlijk met de naam van Mark Oet. Kijk, ik moet eerlijk zeggen, ik wist niet in hoeverre hij beschikbaar was en of het wel kon. Maar hij zat helemaal niet meer bij de selectie in de laatste fase van Huub Stevens. Ja, toen ik tegen hem speelde, zowel bij Heerenveen als bij Heracles, ik vond het echt een goede spits. Ja. En het is altijd met de vraag waar Ajax er tevreden mee is, want die hebben zulke zo... Oh, ik dacht dat je ging zeggen, dat is de vraag waar Ajax naar zoekt. Nou ja, die hebben zo de hoge eisen voor een spits, dat je niet moet alles kunnen. Maar ik vind hem wel... ik vond hem in zijn laatste jaar bij Heerenveen echt ontzettend goed. Absoluut. Ja. En toen was hij... Ja, en toen was hij transfervrij, hè? Ook nog eens. En ja, toen dacht ik echt al van, waarom had Ajax die jongen niet binnen? Nou, jullie zijn de kenner van de buitenlandshow. Je zei het scoorde afgelopen weekend twee keer. Afgelopen weekend twee keer, maar dat waren ze tweede en derde pas. Dus wat dat betreft... Ja, dat die bijna niet gespeeld hebben. Nee, waren de goals niet ook, wat ik had ze gezien. Dan was het niet dat je dacht, zo jongen, jongen. Ja, goede spitsje goals. Oké, maar het is gewoon echt een goede spits. En zeker voor de Nederlandse competitie. En denk ik dat hij echt wel... Ik ben nog wel vorig jaar... Dus